luisteren ook naar de verhalen van Fred. Die kan meer dat moet vertellen. Hij vertelde in het stadhuis van Leuven over watertoren. En op Boskamp bij het kampvuur over het akkoord. Zelf vertelden we ook verhalen over Leuven en een van de beroemdste schilders van de Skandinavië. We vertelden over onze familie en boerenkoets. Er komen nu nog enkele van die verhalen over onszelf vertellen. Zet u erbij, maak het u gemakkelijk, spit uw oren, haal uw adem in en luister naar ons verhaal. Ik ben Piet Voorts. Jij zou door het bos moeten beginnen jouw veters te strikken en wat achterlopen. Wij komen in een auto aan, we zitten jou in de auto, door het schreeuwen, roepen en die mee willen en dan rijden we naar jou. Want de anderen die zijn al een wandeling aan het maken en die zien het allemaal gebeuren en moeten opdrachten doen om jou te vinden en te bevrijden. Dus mijn mama zegt oké, en mijn lijn zegt ook tegen niemand zitten. Oké, dus de wandeling begint, niemand weet dat het een spel is. Onze klas heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een project dat ging over het vertellen van verhalen. We hebben veel verhalen verteld en naar veel verhalen geluisterd. We luisteren naar het verhaal van onze natuur over bevers, ijsvogels, everzwijnenvogels en nog veel meer. We luisteren ook naar het verhaal van Vlaanderen over de oermens, de middeleeuwen, de boerenkrijg en de Eerste Wereldoorlog. We luisteren ook naar de verhalen van Pret. Die kan mega goed vertellen. En die vertelde in het stadhuis van Leuven over papetonen en op Boskamp bij het kampvuur over de kakawiet. Zelf vertelden we ook verhalen over Leuven en een van de beroemdste schilders van de stad, Dirk Bouts. We vertelden over onze families en over onszelf. Wij komen nu voor enkele van die verhalen onszelf vertellen. Zet u erbij, maak het u gemakkelijk. Spits uw oren, houd uw adem in en luister naar ons verhaal. Ik ben Simone en ik vertel een verhaal van mijn mama. Mijn mama is geboren in 1947. Mijn oma. Mijn oma Maria is geboren in 1947 en is nu 76 jaar oud. Ze heeft twee zussen en dat is een tweeling. Zij is de oudste. Haar papa heet Boetjek Hendrik en haar mama Kasje Maria. Dus ze heeft haar naam van haar mama. Haar opa stierf in de Eerste Wereldoorlog. Als kind ging ze altijd op vakantie naar de Baltomeer. Daar leefde iedereen fietsen, dus ook mijn oma. Maar ze hadden geen middeleeuwen, boerenkrijg en de Eerste Wereldoorlog. We luisterden ook naar de verhalen van Fred. Die kan mega goed vertellen. Hij vertelde ons in het stadshuis van Leuven. Ik ben Sebastian. Ik heb mijn mama gekozen. Mijn mama is 41 jaar. Ze noemt Annelies. Ze is geboren op donderdag 30 april 1981. Eddie, waarom ben jij aan het filmen? Maar zijn we nu een foto aan het pakken? Eddie? We zijn aan het filmen. Oké. Okay. We zijn open water. Open water? Ja, alle twee. Alle twee hebben open water. Mam, ga toch af mijn vinger. Mam, verroer u. Oh!
Wat ben ik aan het doen? Filmen. Ik ben aan het filmen, wacht even.